We beginnen bij de vakbonden, want steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Veel mensen zien tegenwoordig nog nauwelijks het nut van een vakbond in. Nu contact met Eybert Spaan, hij is bestuurder van de RMU, de Reformatorische Maatschappelijke Unie, een vakorganisatie. Goedenavond, meneer Spaan. Goedenavond. Ja, waarom zijn steeds minder mensen lid van zo'n vakbond? Nou, ik denk dat meespeelt dat mensen steeds meer op zichzelf gericht zijn en minder solidair zijn, waardoor toch minder mensen steeds lid worden van een vakorganisatie. Dan zie je aan de andere kant wel dat zeker op de RMU heel veel mensen bijstaat en dat het nog steeds succesvol is en dat mensen heel tevreden daarover zijn. Ja, ja. Want, neem ons even mee, wat is nou het nut van een vakbond, een traditionele vakbond, zo maar even te zeggen? Ja, een belangrijke rol van een vakbond is dat ze in gesprek gaan met de werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld aan salaris, maar ook als het gaat over vrije dagen. Hoe ga je om met ziekte? Maar ook als het gaat over de arbeidsomstandigheden, veiligheid, sociale veiligheid, maar ook gewoon domweg de veiligheid op de werkvloer. Dus dat is echt het nut van een vakbond. Ja, en veel van die afspraken die worden dan vastgelegd in een cao. Veel werknemers denken van nou, die cao die is er. Dus wat heb ik dan nog aan de vakbond? Ja, ik begrijp die gedachte, alleen ook een cao ontstaat niet zomaar. Hè. Dat is een samenwerking tussen werkgevers en werknemers. En zeker een vakbond die vertegenwoordigt de werknemers om de juiste dingen in die cao te krijgen. Denk bijvoorbeeld... dat is voor de RMU belangrijk dat je kunt afspreken met een werkgever dat er bijvoorbeeld een mogelijkheid is om niet te werken op zondag. Dus die cao komt er niet zomaar en die komt er ook dankzij de inzet van de vakbonden. Ja. En ja, veel mensen hebben dat dus niet meer scherp. Wat zijn dan de gevolgen nu er steeds minder mensen lid zijn van zo'n vakbond of een vakorganisatie? Nou kijk, de gevolgen kunnen zijn dat die binding er minder is. Hè? Dat men ook minder op de hoogte is van wat er speelt op de werkvloer. Het gevolg is wel kan zijn dat de vakbonden iets minder in staat zijn. En dat ze minder representatief zijn richting de werkgevers. Maar op dit moment speelt het nog niet. Want ik merk nog steeds in onderhandelingen dat de vakbonden echt een belangrijke rol spelen. En hoe krijgen we mensen dan weer enthousiast om zich toch aan te sluiten bij een vakbond of vakorganisatie? Nou, als ik even spreek voor de RMU, ik merk dat voor ons vooral belangrijk is dat onze leden die geholpen zijn, mm-hmm. Als ze een probleem hebben in hun werksituatie, als ze geholpen zijn, dat ze dan ook daar tevreden over zijn. En als een ambassadeur ook anderen weer over de RMU vertellen. Dat is voor ons een heel belangrijke manier om leden te werven. En daarnaast in alle bescheidenheid kan ik ook aangeven dat we heel erg investeren in kwaliteit van mensen. De juiste juristen, zodat ze ook als een werknemer een beroep doet op een vakorganisatie, dat ze ook goed worden geholpen en ook tevreden terugkijken op de hulp die ze hebben gehad. Ja, want u schetst hier inderdaad dat u veel meer doet dan alleen onderhandelen over cao's en waar we de vakbonden de laatste tijd natuurlijk ook van kennen, hè, de demonstraties en dergelijke, zoals vandaag ook weer was. U staat ook werknemers juridisch bij. Ja, dat is voor ons een hele belangrijke tak. We worden eigenlijk voortdurend gebeld door mensen die kleine en ook soms hele grote vragen hebben, waarbij de RMU ze ook bijstaat. Je kunt voorstellen als er een bepaalde afspraak gemaakt is en een werkgever merkt of een werknemer merkt dat die afspraak niet wordt onderhouden, dan merk je dat er soms een bepaalde drempel is om zelf naar die werkgever toe te gaan. En vervolgens wordt dan toch op een goede manier de RMU probeert mensen bij te staan, zodat afspraken alsnog worden nagekomen. Dus dat juridische hulp, en als het moet gaan we daar heel ver in die zin, dat we belangrijk vinden dat er recht wordt gedaan ook aan een werknemer. Ja, tot slot, maakt u zich zorgen over de toekomst voor de vakbonden? Nee, ik maak me daar geen zorgen om. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we heel alert zijn. Alert over de manier waarop we ons profileren. Dat je goed duidelijk maakt, waar ben je voor? Wat is het nut in de onderhandelingen? Wat doe je nog veel meer? En ik denk dat het ook belangrijk is dat werknemers zich realiseren dat er ook buiten het zichtveld gewoon heel veel gebeurt binnen een cao die echt van belang is voor de werknemer. Als je vragen hebt over, ik bedoel, als er iets over ziekte, over rouwverlof en dat soort dingen, daar hebben de vakbonden echt een heel belangrijke rol in. En dat is gewoon belangrijk dat we het ook naar de toekomst toe onder
echt onder ogen brengen van de werknemers. Dus en ook belangrijk nog anno 2024. Dank voor uw toelichting, meneer Spaan van de RMU. Prima.